Het kleine, knusse natuurkampeerterrein Schipborg ligt midden in het bos. U kunt uw tent in het zonnetje zetten, maar ook heerlijk in de schaduw van de hoge beukenbomen. Met die tekst afficheert Staatsbosbeheer Camping Schipborg op internet. Al tientallen jaren kamperen hier mensen in de natuur. Maar deze natuurcamping gaat dicht, omdat het aantal bezoekers al jaren tegenvalt. We zijn begonnen ooit met de koude kraan. Nou, die tijd is gewoon voorbij. We leven in 2011 en willen we ook niet alleen de bestaande kampeerders, waar we natuurlijk heel blij mee zijn dat die ons trouw blijven, maar ook de nieuwe generatie kampeerders willen we graag aan het kamperen houden. En die vragen dus niet alleen een koude kraan, maar ook bijvoorbeeld een warme douche. Van de 10 staatsbosbeheercampings in Drenthe worden er 4 geschrapt. Die in Schoonoord is al gesloten en volgend jaar gaan de natuurcampings in Schipborg, Gieten en Hooghale Zand ook dicht. In Schipborg is er geen kampeerder om een reactie te vragen. Maar de reacties zijn wisselend. Wij moeten gewoon, en dat is de werkelijkheid, we moeten nu elke overnachting subsidiëren. Er moet gewoon geld bij. Nou, dat begrijpt iedereen in deze tijd dat het niet langer kan. Kampeerterrein De Keil in de bossen bij De Kiel is wat Staatsbosbeheer betreft de meest luxe variant die er voor de aloude natuurkampeerterreinen in de plaats komt. Er zijn meer plaatsen en allemaal ruim. Kampeerders kunnen er een tent huren en zelfs een badkamer voor zichzelf krijgen. Kijk hier, een prachtige ark waar je heerlijk kunt bivakeren 's avonds en onder het genot van een drankje even contact maakt met de mensen hier op de camping. Maar wordt het niet een beetje te luxe? Want gaat het natuurkamperen er niet een beetje af dan? Ja, misschien wel. Ja, voor mij niet. Ik hou wel een klein beetje van luxe. Staatsbosbeheer spreekt overigens liever van comfort dan van luxe, want het blijft wel natuurkamperen. Want die mensen hebben gelukkig allemaal nog heel veel affiniteit met rust, met ruimte, met natuurbeleving. Alleen, ze wensen iets meer comfort. Ze willen dus niet meer onder die koude kraan staan. En het kleine natuurkampeerterrein bij Schipborg zal een klein gratis terrein voor rugzaktoeristen worden.